Hey, goedemiddag. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van de Dump & Dive speciaalzaak uit Naaldwijk. Vandaag op verzoek van Quinten behandelen wij de Vincent van de Voortpijltjes. Sinds kort ook onder contract bij Wimau, is het toevallig. Maatjes met Van Gerwen, vanaf 1 januari samen onder contract gegaan bij Wimau. We gaan ze uit de verpakking halen en van dichterbij bekijken. Inmiddels heb ik de darts uit de verpakking gehaald en we hebben ook even zijn oude darts erbij gepakt van XQ Max. Wat zien we dan is dat de grip op de Wimau darts toch iets anders geworden is. Waar hij eerst werkte met een relatief wat bredere ringed grip op de achterzijde van de dart en voorop wat smaller, is hij nu overgegaan naar een wel rechte barrel. Waarbij een ringed en incision grip zowel op de achter- als op de voorzijde van de dart zit. Verder een hele kleine onderbreking in het midden waar dus geen grip op zit. Leuk accent, blauw. Nieuwe flightjes hebben ze ontwikkeld en er zitten ook Wimau Prism Force shafts bij. We gaan even een andere setup erop zetten. Intermediate shafty met een Boost Power Flight. En dan gaan we er even mee gooien. Inmiddels zit de setup erop, dus we gaan er even mee gooien. Deze pijlen zijn beschikbaar in 3 en 25 gram. En wat dan grappig is in vergelijking met zijn oude darts, is door de incision grip wordt de grip eigenlijk voelt iets minder grof aan. Dus het wordt een wat gladder pijltje. Zoals al eerder gezegd, voor mensen die wat sneller gooien, daar is Van de Voort natuurlijk een uitstekend voorbeeld van, zou dat dus heel goed kunnen werken. Nou, het toeval wil dus dat zowel Van Gerwen als Van de Voort overgestapt zijn naar Wimau. En zodoende hebben we de nieuwe Wimau darts, ook alle Van Gerwen darts, gewoon in het assortiment. En ze staan natuurlijk online op onze webshop dumpwarehouse.nl. Dat is mooi, dan de conclusie van de Vincent van de Voort Wimau darts. Wat moeten we ervan zeggen? Zowel Boas en ik hebben er net even mee gegooid en eigenlijk zeiden we allebei hetzelfde. Het is een pijl die wat moeilijker te sturen is. Dat komt deels door de grip die erop zit, omdat hij toch wat minder aan gaat voelen doordat die incision grip in de ringed grip zit. En daardoor heb je dus minder effect of voordeel van de ringed grip. Gooi je snel? Kom je hiermee uit de voeten, ben je een wat langzamere gooien, dan heb je toch echt net iets meer grip nodig. Dus zodoende zouden we deze meer adviseren voor de snelle gooiers. En Van de Voort is daar natuurlijk het levende voorbeeld van. Dat was het weer voor deze week. Deze pijlen staan vanaf vandaag natuurlijk ook online op onze webshop, dumpwarehouse.nl. Wil jij nou een pijl door mij of Boas laten reviewen, laat het dan hieronder even in de comments weten. We hebben al een hele lange lijst met darts die we nog moeten reviewen, maar ook al... wil jij een pijl nog laten reviewen? Zet het erbij. Hij komt op de lijst erbij en dan zie je hem vanzelf in een van onze darts reviews voorbij komen. Ik bedank je weer voor het kijken en wens je een bijzonder weekend. En volgende week alvast een hele fijne werkweek. Tot volgende week, hè. Dankjewel. Bye.